Ik heb deze New Balance aan. Hoi en welkom bij een nieuwe video van mij. Vandaag is het donderdag, dus best wel vroeg. Mijn kids zijn wel al wakker. Nou, in ieder geval zoals jullie in de titel hebben gezien. Ik ga vandaag op zakelijke reis. Een reis waar ik al 2 jaar op heb gewacht. Ik wilde vorig jaar er al heen, toen kon ik niet vanwege de verhuizing. Ik wilde het jaar daarvoor ook erheen, kon ik niet vanwege corona. Toen ging het niet door. Nou, vandaag ga ik dus naar Bologna, naar Italië. En ik neem jullie gezellig mee in deze vlog. Wat ga ik daar doen? Ik ga daar naar de Cosmoprofbeurs heen. Dat is een van de grootste wereldbeurzen als het gaat om beauty, zeg maar. Denk maar aan haarproducten, make-up producten enzovoort. Ik heb daar zelf 8 jaar geleden gewerkt. Toen heb ik ook kennis gemaakt met Cosmoprofbeurs. En dat was echt een super toffe ervaring destijds. En toen dacht ik, toen ik daar stond, dacht ik van weet je, als ik ooit voor mezelf iets wil maken of mijn eigen brand wil beginnen, dan ga ik zeker terugkomen. En zo ben ik al 2 keer daar naartoe geweest. Niet voor Mika, by the way. Voor Mika is het de eerste keer. Wat zo leuk is, is dus dat er staan mensen over de hele wereld staan daar. Fabrieken over de hele wereld staan daar. Dus je kunt daar lekker rondlopen. Je kunt lekker connecties maken. Testertjes meenemen. Flyers meenemen. Brochures meenemen. Ja, ik heb er super veel zin in. Echt super veel zin in. Dus let's go. Guys, ik heb het gehaald. Ik ben in Bologna. Vlucht ging super goed. Ik had wel echt super veel angst. Ik heb echt gewoon die normale vliegangst. Maar I did it. Ik ging nog naar de apotheek rennen om kalmeringstabletten te halen. Want die was ik thuis vergeten. Nou, die man wilde strepsels meegeven. Toen dacht ik, ja, mij ga je niet oplichten. Ik kan niet met strepsels lekker rustig in het vliegtuig zitten. Ik dacht echt, is deze man helemaal gek geworden of zo. Toen liet ik foto's zien van wat ik wil. En toen zei hij van, nee, dit en hiervoor heb je een doktersverklaring nodig. Bla, bla, bla. Dat is allemaal ook boel. Shit, dacht laat maar geen tijd voor. Nou, in ieder geval, ik ben in Bologna aangekomen. En jongens, jullie willen niet geloven. Jullie willen niet geloven. Echt waar, het is niet normaal. Ik kan het vanaf hier niet zien. Maar dit hotel is echt amazing. Dus mocht jij naar Bologna komen voor de Cosmoprofbeurs volgend jaar. Want ieder jaar is deze beurs in maart. Dus hou het heel erg in de gaten en boek je hotel en tickets en vliegtickets echt ruim van tevoren. Want als je last minute doet, dan ben je echt belachelijk veel geld kwijt. Ik ga jullie later in deze vlog vertellen hoeveel ik totaal kwijt ben aan vliegtickets en deze kamer. Nou, dit is dus een kamer in, even kijken. Hoe heet dit hotel nou? Oh, hier. Una Hotels. Una Hotels. Ik zit bij de way in kamer 101. Nou, dit is dus echt een heerlijke kamer. In de zin van ruime badkamer. Lekker schoon. Is niet normaal schoon. Echt niet normaal schoon. En het ruikt ook echt super lekker. Nou, zoals jullie zien, 2-persoonsbed. Fijne kast. En natuurlijk ook een spiegel. En ik ga nu niet te veel kletsen. Want Cosmoprofbeurs is letterlijk hier 2 minuten vandaan, lopend. 2 minuten. Als je zeg maar voor het hotel staat, zie je gewoon de ingang van Cosmoprofbeurs. Maar dat laat ik jullie zo zien. Ik ga nu niet te veel kletsen, want ik heb best wel veel afspraken staan met best wel veel bedrijven. Dus ik ga er snel heen. Oh ja, en ik heb ook een ticket voor 2 dagen gekocht. Deze koop je dus ook op de website van Cosmoprof. Nou, ik heb dus voor 2 dagen gekocht, zoals jullie zien. Geldig voor 2 dagen, dus voor vandaag en morgen. Je moet ook altijd de data's doorgeven die je komt.
En ik heb de 16e en de 17e doorgegeven. En deze tickets hebben mij iets van 89 euro, 85 euro gekost. Voor 2 dagen. En dan ja, je bedrijfsnaam, bla 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 bla. Dus met deze ticket kom ik zo die beurs in. Guys, ik wil jullie even laten zien als je naar buiten komt. Hier. Ik wil jullie even laten zien dat dit is dus het hotel. En dan heb je dus Just Wait. Wait for it. En geloof me, ik heb echt geluk gehad. Echt geluk gehad met dit hotel. Want dit hotel is normaal al half jaar van tevoren vol geboekt. Daar is de ingang van de Cosmoprof beurs. Hij zit er nu ver uit op beeld. Maar hij is echt letterlijk 100 meter. Dus dit is het hotel. Dit is de beurs. Nou, dit is het dus, jongens. There we go. There we go. Guys, ik ben back in hotel. Ik ga jullie zo bijkletsen. Risotto zonder vlees. En ik had ook nog een mozzarella salade. Alleen ik kreeg een Caesar salad. En dat is opkomen. Not good. Dus ze gaan de Caesar salad met kip gaan ze dus veranderen voor een mozzarella salade. Die gaan ze zo meteen brengen. Nou, ik ben naar de beurs geweest. Vandaag, ik heb me vandaag vooral verdiept in haarborstels en packaging. Ik heb hele goede fabrikanten gevonden voor packaging, voor onze toekomstige producten. Want we willen de haircare lijn sowieso uitbreiden. En we willen daar echt een basis in gaan vinden. Qua basis in de zin van dat we echt gewoon een hele strakke lijn gaan creëren. Kijk, die hair conditioner shampoo die we van Mika nu hebben gelanceerd. Die Nourishing voor mannen en vrouwen. En daar zijn we heel erg tevreden mee. Dat blijft ook zo. En dat is ook een unisex product. Maar vanaf volgende product worden dat waarschijnlijk alleen vrouwenproducten. En dus wil ik ook een andere kleur geven. Ook een andere packaging. En ook voor de heat protector. De olie en alles wat nog gaat komen. Dus er gaan sowieso meer producten komen. Wil ik dus een hele andere vibe geven qua packaging. En ik had al iets in mijn hoofd wat ik heel graag wilde. En dat heb ik dus vandaag ook gevonden. Ben er heel erg blij mee. En daarnaast heb ik nog best wel veel afspraken gehad met andere fabrikanten. Waarmee ik afgelopen jaar had gesproken en die toevallig ook bij de Cosmoprof stonden of staan dit jaar. Dus ik zou zeggen, mocht jij iets op de markt willen zetten in haarproducten, in cosmetica of whatever, dan is dit de ideale beurs om naartoe te komen. Heel veel mensen in Nederland kennen deze beurs niet. Ik heb hier zelf 8 jaar geleden voor make-up studio gewerkt. Zo heb ik ook kennis gemaakt. En toen had ik tegen mezelf gezegd van, als ik ooit, maar dan ooit echt een uitgebreide lijn wil hebben, dan kom ik terug. Maar ik ben afgelopen, even kijken, 5 jaar geleden ben ik ook hier geweest. En 6 jaar geleden ook. Dus dit is mijn 4e keer dat ik naar Cosmoprof ben gekomen. Maar dit keer natuurlijk voor Mika. En fabrikant, zeg maar, waar wij onze haarborstels produceren, daar heb ik morgen afspraak mee. Dus dat is ook echt heel erg leuk. Vandaag had ik geen afspraak met hun staan. Ik wilde er langs lopen, maar het is hier zo groot. Het is niet normaal. Dus ik had zoiets van, nee, morgen staat mijn afspraak. Dan ga ik er ook echt morgen naartoe. En de tijd die ik vandaag heb, ga ik in andere fabrieken investeren. Maar het is niet normaal. Heel de wereld is gewoon hier. Echt letterlijk mensen uit Engeland, fabrieken uit Engeland. Er zijn heel veel mensen uit Nederland, heel veel mensen uit Italië zelf, heel veel mensen uit Turkije, heel veel mensen uit China, heel veel mensen uit Korea. Het is gewoon niet normaal. India, Arabische fabrieken staan hier. Het is gewoon echt heel de wereld is bij elkaar gekomen. En ook als je van tevoren
een hotel wilt boeken. Tenminste, als je hier naartoe gaat komen volgend jaar. Het is altijd in maart. Tenminste, tot nu toe is het altijd in maart geweest. Dus waarschijnlijk volgend jaar ook. Kijk dan op de website van Cosmoprof. Via Google kan je het gewoon vinden. Kijk wanneer de beurs volgend jaar is. En koop je vliegtickets van tevoren. Niet twijfelen. Niet denken van ik ga last minute kopen. Want ik heb dit jaar last minute alles gekocht. En het heeft me bij elkaar iets van 2000, 2500 euro gekost. Want kijk, normaal is deze hotelkamer is normaal 89 euro. En ik heb voor vandaag, dus voor één nacht heb ik 550 euro betaald. En mijn vliegtickets waren ook abnormaal duur. Omdat ik alles last minute heb gedaan. Ik denk dat ik rond 2500 euro kwijt ben. Voor 2 dagen en 1 nacht. Inclusief vliegen. En dan heb je ook nog niet de taxikosten en eten en zo erbij. Daar heb je nog niet eens bij gerekend. Maar als je dat allemaal ruim van tevoren doet, dan zit je veel lager qua prijs. Maar het is het echt waard. Dus stel dat je een eigen salon hebt. Of een eigen kappersalon of whatever. En je wilt je eigen brand starten. Of je wilt juist een gevormde brand bijvoorbeeld neerzetten in je salon. Of whatever. Alles kan hier. Je kan zoveel connecties leggen. Veel beter dan via internet. Voor mij is dit echt een hele waardevolle business trip. En vandaar dat ik ook hier een uitgebreide vlog over maak. En dit hotel waar ik zit. Ik heb hier nog nooit eerder gezeten. Ik heb vorige keren best wel ver gezeten. En het is best wel lastig om een taxi te pakken. Want ja, het is gewoon niet normaal druk hier. Echt niet normaal. Dus ja, dit hotel is ideaal. Ik zou onder deze video ook de naam van het hotel zetten. Dus mocht je naar Cosmoprof komen, boek deze hotel van tevoren. En echt waar, believe me, super makkelijk. Je is 12 minuten, 15 minuten van de airport. Zo gedaan. En loopafstand 2 minuten en je bent zo bij de Cosmoprof. Dus ik heb het jullie vandaag laten zien. En nu ga ik even lekker mijn risotto opeten. En dan wacht ik even op mijn salade. Als mijn salade binnenkomt, laat ik jullie ze ook even zien. By the way, wat ik nog wilde zeggen. Is dat deze risotto echt niet normaal lekker is. Echt niet normaal. Echt niet normaal. Denk lekkerste die ik ooit heb gehad. Maar ja, je bent in Italië. Wat wil je anders? Ik wilde zo graag pasta bestellen. Maar ze maken hier dus. Oh, mijn salade is er. Yes. Oh, perfect. Thank you. Thank you so much. Bye. Voilà. Oh my god, hier heb ik echt zin in. Niet normaal. Yummy, yummy. Echt, ik heb abnormale honger, jongens. Ik ga dit helemaal opvreten. Het ziet er toch goed uit. Good morning, guys. Good morning, good morning, good morning. Oh my god, let by the way niet op mijn tape, zoals jullie weten. Heb ik problemen met mijn arm al jaren al. En in Nederland, of tenminste in Nederland, wisten ze maar continu niet wat ik heb. En hier in Turkije, tenminste in Turkije, zijn ze erachter gekomen. Dus ik krijg elke keer van die naald, ik weet niet hoe je dat noemt, zo'n naaldtherapie. Daarna doet ze altijd mijn arm tapen. En vooral nu omdat ik op reis ging, heeft ze mijn arm getaped. Maar trouwens, ik heb leuk, guys. Ik heb dit soort clipjes, haarklipjes gekocht in Turkije en zijn heel stevig, echt super stevig, echt een mini clipje. En ik heb best wel dik haar en zwaar haar, dus kijk, zelfs mijn haar, als ik dan bijvoorbeeld dit dan naar achter wil doen, bovenkant, pak die gewoon. En kijk hoe klein en schattig die is. Ik zit zelfs te denken om misschien dit soort dingetjes voor Mika uit te brengen. Ik kan zelfs dit doen. Als je make-up aan het doen bent, kan je gewoon dit plukje zo. Voilà. Vastmaken. Het zal wel. Het zal allemaal wel. Tadaa! Mijn baby! Ik ben zo blij dat ik nog eentje in Turkije had liggen. Want sinds dat ik weer back ben in Turkije, dat is inmiddels al 2 weken, 2,5 weken, 3 weken, had ik gewoon geen Mika brush. Niet die grote en ook niet die kleine. Ik was zo verdrietig. Ik ben gewoon naar de drogisterij geweest en heb ik gewoon een andere brush gekocht. Maar, dit is gewoon my everything. Echt
Gewoon mijn kleine baby. Maar goed, ik ga vandaag dus weer nu zo meteen naar Cosmoprof. Ik ga even beneden eerst ontbijten. Ik heb best wel kort geslapen. Ik ging gisteren even bellen met een paar meiden, met mijn moeder. Voordat ik naar bed ging, even iedereen gesproken. Kijk. Ik krijg gewoon volume. Kijk. Extra glans, extra volume. Mijn wekker ging om 7:30. Het is nu bijna 9:00. Ik ga nu snel omkleden. En dan trek ik gewoon zelf de spijkerbroek aan. En dan ga ik beneden ontbijten. Ga ik ook gelijk uitchecken en mijn koffer hier achter laten. Want dan hoef ik dat straks niet te doen. En daarna ga ik richting de bus en ik neem jullie gezellig mee. Guys, ik ga jullie even laten zien wat ik mee heb. Ik heb mijn lievelingsfoundation mee van Giorgio Armani Luminous Silk. Ik heb hem in 5.75 of 5.25. In de wintermaanden 5.25. En wanneer ik het zelf tender heb gebruikt of in de zomer 5.75. En dan of course mijn Mika hairbrush. Kijk hoe klein die eigenlijk is als je zo kijkt. Dan een van mijn favoriete... Eigenlijk niet een van mijn favorieten, maar op dit moment zwaar mijn verslaving. In de laatste vlogs, in mijn stories enzovoort, zien jullie altijd deze Lip Perfector in kleur 06. Ik heb hem ook in kleur 16, maar ik vind hem in kleur 06 veel mooier en ik draag deze veel liever. Ik ben hier helemaal verslaafd aan. Ik doe dit de hele dag op. Nou, mijn wenkbrauwpotlood van Anastasia Beverly Hills. De Perfect Brow Pencil. Ik heb hem in kleur medium brown. Dit is by the way echt mijn lievelings wenkbrauwproduct. En dan one of my fave concealers. Ik heb, dit vind ik wel een beetje te donkere kleur voor mezelf. Deze heb ik laatst gehaald. En ik dacht ik ga een kleur donkerder, maar ik heb spijt. Dit is volgens mij 345 medium scent. En ik had zelf, ik gebruik zelf, of tenminste ik gebruikte zelf altijd de light scent volgens mij. Dus volgende keer neem ik die andere. Of ik kan deze twee even mengen met elkaar. Nou, mijn lievelings lip liner van KQW Beauty van Kim Kardashian West Beauty. Nou, dit hiermee is ze allang gestopt. En ik ben hier heel zuinig mee. Maar deze kun je ook niet meer kopen. Dus als deze op is, heb ik een probleem. Moet ik op zoek gaan naar een nieuwe. Mijn favorite bronzer ever. Laguna van NARS. En dan heb ik met die shimmer erin. Ja, met die shimmer. En die matte vind ik ook heel erg fijn. Een brush van Kiko, nummer 08. Nou, die staat Malika op. Dat had Kiko gedaan voor mij. Echt super lief. Ik had deze al in de PR pakket gekregen. En hiermee breng ik mijn blush aan. En dit is de blush die ik heel graag draag de laatste tijd. Dit is die welbekende Dior Backstage Rosy Glow Blush. Hormedan Brush. En dan mijn favorite translucent powder van Fenty in nummer Butter 02. Sorry hoor. En ik vind deze ook echt veel fijner dan die van Huda Beauty. Want ik vind deze kleur echt amazing. En dan of course mijn Tweezerman wimperkruller. Ik kan niet zonder dit ding jongens. Ik zou dit allemaal weg kunnen schrijven. Oh nee, deze ook niet. Deze twee. Ik kan niet zonder deze twee dingen. En dan twee haarklipjes van Mika of course. En dan mijn favoriet mascara in the world. Waterproof Chanel Imitable. Of Imitable van Chanel. Nou, deze heb ik vandaag als soort van eyeliner gebruikt. Deze Kyle Pencil van Essence. En ik heb hem ook een beetje vastgezet, zeg maar. Met deze translucent powder, zodat die straks niet uitloopt. Of course, beauty blender. Geen idee wat hier aan de hand is. Die moet ik even straks wassen. En dan deze twee. Deze gebruik ik voor mijn concealer. Deze gebruik ik voor mijn foundation. Maar ik heb de verkeerde kwast weer. Maar dan wil ik een grotere brush. En deze zijn beide van Real Techniques. Vraag me niet welke nummer, want het is helemaal vervaagd. Oh nee, dit is een contour brush staat erop. En hier staat helemaal niks meer op, want al die tekst is eraf. That's it. Oh ja, en ik heb natuurlijk ook een potje mijn dag- en nachtcrème mee.
in zo'n travel dingetje gedaan. That's it. Dit is alles wat ik mee heb. Qua make-up. Of in mijn toilettas, zeg maar. Hey guys, ik ben helemaal ready. Ik heb natuurlijk zelf de coat aan als gisteren. Deze heb ik, by the way, van LC Waikiki. En ik heb hem letterlijk voor 15 euro gekocht. Hoe cool is dat? Of course, mijn fave bag, Chanel. En dan heb ik deze body aan van de Zara van vorig jaar. Nou, dezelfde spijkerbroek als gisteren. Ik kreeg gisteren heel veel de vraag waar deze spijkerbroek vandaan komt. Jullie moeten wel zien dat dit nog een beetje te groot voor mij is aan de bovenkant. Terwijl die is ingenomen. Dus ik ga denk ik weer naar de kleermaker om hem nog veel hier echt dit hele stuk te laten innemen. Want dit ziet er echt niet uit. Kijk dan. Het is dit. Maar ik vind hem echt super mooi. Ik kon hem gewoon niet laten liggen. Maar in ieder geval, dit is van Ipekül. Van een Turkse webshop, winkel. Het is best wel een bekende winkel hier voor de mensen die hem niet kennen. En dit is van hun nieuwe collectie. En ik heb deze New Balance aan. Ik ga wel onder deze vlog een link met jullie delen van het exacte model. Dat heb ik gisteren op Instagram ook gedaan. En ik ben by the way ook nog... een mini vlog voor TikTok aan het opnemen over deze reis. Dacht ik, is wel leuk voor de mensen die me wel volgen op TikTok, maar niet op YouTube. Oké, ik ga nu lekker ontbijten. Nou, we zijn er weer, dag 2. Kijk hoe druk het op dit moment is, want het is net geopend. Let's go. Guys, ik leef nu op 1 uur en het is echt amazing. Ik ben net naar de hairbrush company geweest van mij. Even kennis gemaakt met de rest van het team van de fabriek. En ook nog hun nieuwe technologie doorgenomen qua haarborstels. Er komen echt super leuke dingen aan. En ik ga nu naar Leila toe, Leila Amini. Zij staat hier ook. Maar zij staat op de beurs, dus super leuk. Dus ik had tegen haar gezegd, ik kom sowieso langs. Dus ik ga even naar haar hal. Ga ik even haar knuffelen en daarna ga ik weer verder, want ik heb niet meer zo lange tijd. Trovate qui a Kappa più. Non c'è altro che novità. Guys, ik ben op de airport beland en ik ben ravioli aan het eten met kaas erin. Oh my god, dit is zo niet normaal lekker. Echt niet normaal. En ik ben aan het eten bij Veggia Bologna. Sabiha Gökçen, want ik ben naar Bologna gevlogen vanuit Sabiha. Dus ik heb mijn auto ook hier staan. En we zijn er al. Ik laat jullie zo bij in de auto. Ik laat jullie zo bij. Nou, ik zit in de auto helemaal vanuit Bologna naar, even kijken, naar Istanbul gevlogen. Vanuit Istanbul Airport, van de grote airport, naar Sabiha Gökçen gereden om mijn auto op te halen. En nu in de auto en ik moet 2 uur naar huis rijden vanuit hier, zeg maar. Dus dat wordt wat. Lange reis. Ik ben ongeveer om 3:30 in de nacht thuis. Dus
hier met Turkse tijd is het al 2:30 in de nacht geweest. Maar wat ik ook nog wil zeggen is dat ik ga proberen onder deze video zoveel mogelijk linkjes te delen met jullie. Ik heb vandaag trouwens, ik heb vandaag helemaal niet jullie bijgeklet. Wat ik vandaag vooral heb gedaan is, ik ben dus naar mijn afspraak geweest. Dat is goed gegaan. En ik heb vandaag, het belangrijkste wat ik vandaag heb gedaan is dat ik connecties heb gelegd met een paar fabrieken in Frankrijk die parfums produceren. Eigenlijk produceren ze geen parfums, maar wel de oliën die in een parfum gaan. En ik heb vandaag dus connecties gelegd met bedrijven die ook echt de oliën produceren die ik nodig heb, waar ik naar op zoek ben. En die laat ik dan allemaal overvliegen naar Turkije en dan ga ik hier in Turkije ga ik dus die olie uit Frankrijk samen laten stellen tot een hair parfum of een hair mist. Dus het was een geslaagde dag. Dus ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Mochten jullie vragen hebben, stel ze gerust onder deze video. Maakt niet uit wat je wilt vragen. En ik zou zeggen, ik zie jullie volgend jaar in Bologna. Thanks voor het kijken. Bye bye.